Je bent een groot kind, Veldhuis. Je moet de zoon niet een keer volwassen worden, ja? Spat zo af in de kamer. Als je er wel niet van doorgaat met de oppas. Doe ik zo niet. Ben ik een hele goede oppas kwijt. Nu is een oma af en toe gewoon nog best wel een lekker wijf met een decolleté tot op de navel die een selfie op Facebook plaatst gemaakt tijdens de Top is een concert. Toch? Als jij een wind laat, voelt dat als een lentebries. Als jij je kind slaat, zie ik moederlijk advies. Het schijnt dat laatste feestje dat Patricia Pai gaf ter ere van het afzwemmen van de vriendje was. Ja. Spaanse sloffen. My god. Zeker als je ze al een paar jaar hebt, dat die binnenkant zo helemaal plat gestampt is. Dat ze zo in de gang staan, dat je samen zo je voeten erin moet frommelen. En dan gezellig door het huis gaat lopen en sloffen op je Spaanse sloffen. Ah! We lagen een tijdje geleden in bed en toen begon ze over mijn borst te kroelen. Zo, ik denk, jezus jongen, krijg nou wat. Het is niet eens mijn verjaardag. Ik doe niet kinderachtig. Weet je wat ik eigenlijk al heel lang wil kopen, maar niet durf, omdat ik het iets voor oude mannen vind? Ja. Een metaaldetector. Lijkt me zo lachen op zoek naar de kunstenheup in het publiek. Oh. In dit huis, met z'n deuren en muren, al die duizenden uren. Dit huis, het is maar steen, maar zonder jou is het er geen. Vind je het niet erg? Oh my god!